We staan hier op ons prachtige onderwijsleerkavel. Hier telen wij allerlei verschillende gewassen en ook onder andere strokenteelt. Studenten van onze opleidingen tuinbouw en akkerbouw en ook agrarisch ondernemerschap tuinbouw en akkerbouw komen tijdens hun studie vaak naar deze kavel toe. De eerstejaarsstudenten maken op deze kavel kennis met de ontwikkeling van de verschillende gewassen. Op verschillende tijdstippen tijdens het groeiseizoen maken ze hier een gewasronde, waarbij ze meer leren over het gewas, ziekte, plagen en onkruiden. In het tweede jaar kun je met een groep medestudenten onderzoek doen op de onderwijsleerkavel. Hartstikke leuk. We doen onder meer onderzoek naar de groeiverschillen bij uien, gecombineerd met onkruidbestrijding. In het ene perceel wordt het onkruid mechanisch bestreden en op het andere perceel worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Vervolgens gaan we kijken wat het met de groei van de ui doet. Het leuke aan de onderwijsleerkavel is dat er niet wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk opbrengst, maar dat je leert van de proeven die er worden gehouden. Onze derde en vierdejaarsstudenten die gebruiken de kavel voor het uitvoeren van hele diverse onderzoeken. Alle data die onze studenten verzamelen tijdens onder andere het doen van hun gewaswaarnemingen, maar ook door het gebruik van sensoren en drones, komen in een grote database. Hieruit putten onze studenten en docenten. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een vervolgonderzoek of voor een casus gewasbescherming.